Trainer Toon Wolters van SCV. Toon, er zijn roerige weken achter de rug. Laten we het in tweeën splitsen. Eerst maar even de wedstrijd tegen de kampioen al, TOGB. TOGB, wat heb je voor wedstrijd zelf gezien? Nou, ik heb een wedstrijd gezien waarin TOGB gewoon een hele prima ploeg heb. En meer dan terecht kampioen is. Dus gefeliciteerd daarmee. Hartstikke goed gedaan. Ik heb vervolgens een ploegje van mezelf gezien waar ik bijzonder trots op ben. Omdat ze gewoon eigenlijk met 8 fitte spelers en wat geblesseerde spelers bij elkaar hebben we het 90 minuten lang tegen Robeto redelijk moeilijk kunnen maken. En dan verlies je met 2-1. Ik denk dat we zelfs nog wel een kans hadden gehad op de 2-2. Ik kan hier goed mee leven. Ik ben trots op die gasten. En de wedstrijd op zich. Okay, wat had je van ons kunnen verwachten? Meer dan dit wat ze gedaan hebben, denk ik niet dat we hadden kunnen verwachten en hadden mogen verwachten. Dus ik ben zeer tevreden over deze jongens. Maar goed, dan deel 2 van het gesprek. Toen we werden opgeschrikt. Het eerste elftal van SVV zaterdag en zondag ging eruit. Er was voor allerlei commotie. Je hoort allerlei verhalen. Wat is jouw verhaal? Nou, mijn verhaal is dat ik eigenlijk, Jan-Willem, ik zeg het heel eerlijk. Ik wil het hier niet eens meer over hebben. Het is geweest zoals het geweest is. Problemen zijn er om op te lossen. En ik denk dat we in ieder geval met elkaar moeten zien dat we het seizoen zo goed mogelijk afmaken. En wat daarna volgt, dat is daarna. Ik wil er geen slecht woord over kwijt. Ik ben trots op de groep. En daar wil ik het graag bij houden. Voorzitter Edwin Suttorp. Ja, was reuring in de tent. Eerste elftallen werden uit de competitie genomen. Wat is uw verhaal? Twee totaal verschillende situaties om mee te beginnen. De zaterdag was een probleem wat eigenlijk al een hele poos in de lucht hing. In zoverre dat wij nadat de trainers die eind vorig jaar zijn vertrokken, hadden we al een situatie waarbij we met een versmalde selectie verder moesten. En met de nieuwe staf hebben we toen afgesproken van we gaan gewoon proberen op een nette manier seizoen uit te spelen. En dat hebben ze perfect gedaan, denk ik, op zich. Alleen uiteindelijk werd het toch lastig om voldoende spelers bij elkaar te hebben. We hadden gehoopt dat het goed zou komen, maar dat is helaas niet gelukt. Dus dat was gewoon, dat vindt iedereen jammer, dus dat is heel simpel. Zonder er helemaal diep erop in te gaan, wanneer je achteraf terugkijkt, had het anders kunnen lopen? Voor wat betreft die zaterdag bedoel je dan? Moeilijk verhaal, dan moet je verder terug in de tijd. Ik ben pas eind vorig jaar natuurlijk begonnen. En de situatie daarvoor heb ik achteraf meegekregen. En dan kun je daar op terugkijken en zeggen, er zijn misschien verkeerde keuzes gemaakt. Maar dat is dan veel langer geleden. En dat hadden we op het moment dat we afscheid namen van die twee trainers, hadden we dat niet anders kunnen doen, denk ik. Het was zoals het was. Het is gewoon... Dan even met de trainer van zondag, Toon Wolters. Daar hebben jullie ook gesprekken mee gehad. Daar hoeft niet alles voor naar buiten toe. Maar hoe zijn jullie daaruit gekomen? De insteek was op een gegeven moment eigenlijk heel simpel. Als je met elkaar in een conflict situatie komt, dan moet je naar elkaar kijken en zeggen, oké, over welke dingen zijn we het nu wel eens? Hè? En daarin ga je dan een basis zoeken om eruit te komen. Nou, dat is denk ik goed gelukt. Dan tenslotte voor de toekomst, een nieuw complex. Je zou zeggen geen klachten, alle pijn uit de lucht en gewoon doorbijten en even slikken? Ik denk dat er wel een paar dingen nog moeten worden opgelost. Hè. Niet alles is ineens opgelost. We hebben de afgelopen week hebben we ons vooral erop gefocust, wat ik al zeg, van waar zijn we het over eens. Hè? Wat is het vertrekpunt om weer tot elkaar te komen met dingen. Nou, dat is goed gelukt. We spelen weer. Vandaag denk ik een leuke wedstrijd gezien. En dat is de rest, die lost niet alles van maandag op dinsdag op.